van ongeveer 10 minuten. En pas daarna zullen we gaan starten met de finales. Zo goed? Ja, ik ken wel wat. Rijstandaardklasse. Eens kijken of het gaatje daar allemaal wordt dichtgegooid. Wat volgens mij helemaal niet nodig hoeft te zijn. Jan Douwe van der Veen, Fokko Wieringa, Leo. Even kijken. Ja. Zit erin. Wel, geloof ik. Ja, Jan Douwe van der Veen, Fokko Wieringa, Leo zit erin. Aan de Poelstra. 63 van Arno van der Ven. 6-0-7 zien we daar nog tussen van Christian Koops, Patrick Huizinga, Richard Kuikhoven en er mist er een wiel. Dat is volgens mij die omgebouwde sprinter, noem ik het maar even, worden gemaakt. De 6-0-6 van Wietse de Vries. Van der Veen, Oestra, Wieringa, Sinkwin, Van der Ven, Koops. Aan de binnenkant is het nog... Volgens mij is het nummer 1 of is het Lenny Krap? Niet zo gauw kunnen zien, het wordt ook een beetje stoffig zo langzamerhand. Ik krijg straks nog sproeipauze. Ja, de 28 is het wel dus van Lenny Krap. Even goed kijken. Het is hier Jan Douwe van der Veen. Fokko Wieringa, Anne Poelstra, Leo Sinkwin, Arno van der Ven, Lini Krap, Christian Koops, Patrick Huizinga, Richard van Kuikhoven. En dan hebben we het hele veld in één keer nog gehad. Twee rondjes hebben. En we hebben hier een uitvaller. Fokko Wieringa staat hier stil. 100 meter voor de finish. Dat is erg jammer, lag op de tweede positie. Dat kost hem natuurlijk kostbare punten in ieder geval voor die finale zou meenemen. En dan is het nog maar afwachten of je überhaupt in de finale komt als je dus een maandje bent. Laatste ronde is ingegaan voor Jan Douwe van der Veen. Aan de Poelstraat, Leo Sinterwin. Arno van der Ven, Lini Krap, Patrick Huizinga, Christian Koops en Richard Kuikhoven. Helemaal uit heer Hugo Waard. Het is Jan Douwe van der Veen die in de eerste positie pakt. Voor Anne Poelstra, Leo Sinterbin op de derde positie. De vierde plek voor Arno van der Ven. De vijfde plek voor Lini Krap, de zesde voor Patrick Huizinga, de zevende voor Christian Koops en de achtste plaats voor Richard Kuikhoven.